Super. Lang zal ze leven. Wababaloobab. Wij verklaren het culturele seizoen voor geopend. We gaan beginnen. We gaan beginnen. En Sten, wat weten we eigenlijk over de aankomende theaterproductie? Wat er allemaal gaat spelen. Ja, wat allemaal gaat spelen. Nou, ik... Pas. Volgens mij de film. Ja? We doen de film. De Broadway musical. Ja, hè? Ja. Ja. Ik denk dat de film begon. Dat Grease nee, de film. Nee, het is eerst een musical geweest. Wat een musical. Broadway musical. De film. Ja, dat denk ik ook. De film kwam eerder. De musical was eerst? Oh? Nou, dat is voor onze tijd. Nee, dacht ik al. Oh. Erg, dat is echt om te weten. Ik vind Grease, eigenlijk de film vind ik gewoon het allervetste wat er is. Nee, ik heb het ook nog nooit gezien, überhaupt. Wat? De film? Nee. Martijn? Nee, ik heb de film nog nooit gezien. Ik heb de musical ook nog nooit gezien. Nou, ik ken gewoon... niemand die de film nog nooit... Nee, shame hier ook, hè, op camera. Het boeit me niet. Nee, Martijn, nee. Wij gaan die film kijken. Dat kan niet. Het is cultuur. Oké. Okay. Want ik was dus verliefd op John Travolta. Ja. Maar ik dacht dat hij John Tra heet. Ik zei, oh, John Tra, die is zo knap. Hoe had je de Volta gemist? Volta was de achternaam. Oh! Een mooie achternaam. En ik weet nog dat ik heel teleurgesteld was in het einde. Omdat ik eigenlijk heel erg dol was op Olivia Newton-John met het lintje in haar haar en de lieve jurk. Oh, en toen moest ze natuurlijk uiteindelijk eindigen als een soort Del met zo'n... Oh, ik vond dat ze er heel leuk uitzag. Maar dat zegt meer iets over mij en dan ook iets over jou. Ik vond het afschuwelijk. Go. Oh, dat weten we. Ik heb het laatst gezien. Cosette. Ik weet het. Dat weet ik meteen. Deze vraag ik jou. Ik heb toevallig vorige week in het Museum Haarlem gezien. Ah, Cosette. Moeten we hebben geen knop of zo? Dat is Cosette blijft leven. Cosette. Correct, hè? Cosette. Ja, het is Cosette. Ja. Verder gaat echt iedereen dood. Iedereen gaat dood. Als ze 1987 had toen ik het deed, dat is nu nog steeds zo. Ze leeft nog steeds. Ik blijf altijd leven tot nu toe. Ja, jij? Ik ook. Het is een wonder. Ja, maar het lijkt me wel vet om echt zo'n... Zo'n dramatische sterven. Ja. Ja, dat is toch vet als je dat mag doen. I never died. Jawel, nee. Nee. Ik dacht dat ik dood ging, maar dat was niet zo, nee. Ik mocht gelukkig ook altijd blijven leven. Ja, ik ging wel echt dood hoor, als Evita. Ik heb Evita gespeeld en die stierf echt, die was hartstikke ziek en dan ook nog dramatisch zingen. Ja, wat Elisabeth? Daar was ik de dood. Daar was je de dood, ja. Ja, ik maakte iedereen dood. Ja. Dat is weer een heel ander verhaal. Ander verhaal, ja. Ja, was ik wel goed in trouwens. Ja? Ja, ja hoor, ja, pas maar op, je gaat snel uit. Beide. Oh, echt waar? Jij weet dit? Nee, dat gok ik. Ja. Het is zo specifiek. Ik denk eigenlijk alle twee. Ja, dat lijkt mij wel. Nou, maar ik hoop het eigenlijk niet, maar misschien vindt ze dat wel heel leuk. Dat je iedereen uitnodigt, maar die zit dan in de zaal. Ja. Ja. Nee, je moet zelf gewoon heel hard scoren. Het eerste. Ja. Jubileum van Simone. Ja. Maar het zal me ook niet verbazen als het allebei is. De verjaardag van... Het is haar jubileumjaar. Oh! Ja. Oh, dat is wel fijn voor haar. Ja. Dat is beter. Zes verjaardagjaren! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! En genoeg. Jij was gestopt met de rest niet. Ja, ik ben in de winterjarig, dus 9 van de 10 keer speel je dan wel. Tenminste, als je het geluk hebt dat je in de productie mag spelen, dan in februari speel je meestal wel. De verjaardag van je partner en je dochter. Ja, en, iedereen. Ja. Sorry. Iedereen's verjaardag. Ja. Dan staan wij er weer. Vader, hoor. Moeder, ja. Eigenlijk doen we het erom. Heb jij wat gespeeld als je jarig was? Ik speel bijna altijd. Je speelt ook altijd? Ik bijna nooit. Ik ga dit jaar met Mamma Mia voor het eerst spelen op mijn verjaardag. 24 december. Normaal dan ben ik nooit. Ik vrij. Het is voor het eerst dit jaar. Ik neem dan vrij. Ik ook, denk ik. Tijgertje. Ior. Sorry, I'm a fan. Ior. Ja. Tijgertje. Hoe heet dat varken nou? Is dat varken? Ja, het is toch de kleine roze. Oh ja. Tijgertje. Ezeltje. Of niet? Ior. Ior. Ezeltje. En knorretje. Knorretje. Mijn jeugd. En het konijn. Honing, of niet? En uil. Het is gewoon een stuk honing. En... Wat weet jij veel? Huh? Ik weet niet hoe die klein heet. Maar hij heet Varkentje. Heet hij niet Varkentje? Hij heet niet Varkentje. Knorretje! Ja. Oh, en Janneman, Robinson. Ja. Knorretje, Tijgertje. Janneman. Winnie de Pooh. Die Ior. Ior! En hoe is die met Winnie de Pooh? Jij bent echt. Dat is mijn... En de kangaroo. Roe! Roe. I like. Uil. Uil? Heeft hij niet geen... Meneer Uil. Nee. Meneer Uil, heeft meneer Uil geen naam? Roepoe, ik weet niet. Winnie heeft hele mooie uitspraken. Ja, dat wel. I love Winnie. Hij maakt het wel heel leuk.
eentje noemen, doe jij de ander? Ja. Julia Roberts. Oh, Julia Roberts, natuurlijk. Ja. Ik ken niks van Pretty Woman. Ik ken die film ook niet zo. Ken jij de film goed? Ik ken hem wel. Julia Roberts. Ja, precies. Ja. En die man. Ik heb het idee dat hij Chris heet, maar dat is niet zo, hè? Nee. Jen Kutzman. Julian. En Shanna Sleep. Richard. Robert. Richard? Richard. Richard. Smith. Johnson. Pierce. Nee. Moore of zo. Moore? De Moore. Moore? Richard Gere, Julia Roberts. Wat een beetje snel. Oh, Richard Gere, zeg dat dan. Ja, stom ook, wisten we wel. Ja. Ik zat, het lachte echt op mijn tong. Ja, bij mij ook. Jouw kooiman, daar wil niemand naar kijken. Nee, toch? Denk ik ook niet. Nee. Jongens, hoe lelijk kun je zijn. Ja, ja, ik denk niet dat hij zich kan vertonen op toneel. Er gaat geen kaart verkocht worden. Nee, nou, tenzij hij zijn shirt uit. Dan komen we allemaal. Geweldig. Nee, goede casting. Ja. Ik weet niet of hij kan zingen. George Clooney. Ja, die... Kan die zingen, weten we niet, toch? Maakt hem niet uit, joh. Nee, joh. En, ja, bij mij komt meteen Meryl Streep. Oh. Kwam gewoon oppoppen. Ik dacht, als zij tegenover mij staat en ik mag van haar leren, dan doe ik iets goed. Nou, ik wil gewoon Oprah Winfrey heel graag ontmoeten. Dus alles wat ik met haar zou kunnen doen, lijkt me echt te gek. Ja, geweldig. Ja, toch? Ja. Nou, dan wil ik gewoon met Meryl Streep. Dat lijkt me te gek. Antonio Banderas. Oh, dat snap ik. Het blijft Brad Pitt toch altijd ever. Die kan niet zingen. Kan mij niet schelen wat hij kan, als hij er maar in zit. Angelina Jolie. Meryl Streep. Oh, goed. Hugh Jackman. Oh, ik ook! Ja. Ook met hem. Oh, ja. Ik wil Olivia Colman. Zij is Brits, maar ik vind haar waanzinnig. Ja, zij is ook. Die vind ik wel in de lijn liggen. Ja. Ja, de Britse Meryl Streep. Ja. Oh, wie ik wel echt te gek vind. Ik denk dat ik me echt in mijn broek zou doen als ik naast haar zou staan. Maar Cynthia Erivo. En Anthony Hopkins vind ik nou ook geen idee of hij kan zingen. Maar dat vind ik gewoon een interessant type. Ja, maar die moet je wel, denk ik, oprollen met een rolstoel of zo. Met een rollator. Ik weet niet of hij alle shows kan spelen, hoor. Alleen de première. Ben je heel vaak met de studie van Anthony Hopkins op. Anthony Hopkins. Daar zou ik heel graag in komen willen. Mooi. Ja. Antwoord is België. België. Sorry. Nee, dat was zo. Ik was zo blij dat ik iets wist. België. België, ja. En daar is het toch ook ontstaan? Dat the one and only. Belgique. België. In buurt. Belgica. Nou, ik heb niet met een musical in België gestaan, maar mijn allereerste baan was bij Studio 100. Ja, dat toen is waar. Speelde ik een prinses met een blonde pruik. En dat heette Prinsessia. En een groene outfit. En een groene outfit. Dus zeker veel in België geweest. Nou. En vroeger, Roma vertelt, ging de tour per definitie naar Antwerpen. Ja, maar ik ben altijd een klein beetje bang om Vlaams te praten. Want ja, dat weet ik niet. Daar kan ik je Vlamingen liggen. Ja. Dus. Belgen praten anders. Ja, het publiek is wat, dat vond ik altijd heel raar, het publiek is veel rustiger. En dan na afloop gaan ze helemaal uit de plaat. Dat je denkt, oh, jullie vonden het wel echt heel leuk. Ja, dit zou ik dus moeten weten, want mijn vriendin doet erin mee. Maar, dit moet je weten, hoor. Dit zou ik echt moeten weten. 1993. Nee, eerder, hè? Eerder. Later? Zou je wel zeggen, hè, dat ik niet weet. Ik weet ook bij elke vraag al, oh, dit weet ze niet. Of juist wel, maar dit weet je gewoon niet. Datzelfde jaar, het is lang geleden, maar ook weer niet zo lang geleden. Is het niet, ik weet alleen dat het een hel was in 63. 63, ja, die wist ik ook. De hel van 63. Maar de laatste, die is dan ergens in 96. Mag ik ook even wel voor mezelf opkomen? Ik was er niet bij. Nee, maar had wel gekund. Toch? Het was 97, toch? Goed van jou. Dankjewel. 97. Hij wist ik meteen. 97 nog? Oh, ik dacht echt dat al heel lang niet meer was. Het is ook lang geleden, hoor. Ik ben geboren in dat jaar. In 1997. Oh. Stel je voor dat we dit fout hadden. Onze proeftijd is al afgelopen. Ja, dat is waar. Ja. Maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Oh. 97. Kijk, dat soort dingen is helemaal op jouw lichaam geschreven. Wow. Dit Henk Algenent. Hoppata. Toen ik jong was, had ik schaatsen. Toen ben ik ze vergeten mee te nemen in de verhuizing. Toen ik uit huis ging. En sindsdien heb ik nooit nieuws. Laatste keer. Nee. Dus dat is zo'n, dat zal ik zeggen, 20 jaar geleden dat ik voor de schaatsen heb. Ik kan wel schaatsen. Ik niet. Maar ik ben er nooit, want ik hou niet van kou. Maar ik kan het wel. Ik kom uit Groningen, wat kan ik zeggen? Ja. Ik vind vreselijk. Ja, ik haat kou, sneeuw, ijs. Het kan me allemaal niet snel genoeg voor de weg zijn. Jawel, maar toen ben ik gewond geraakt. Oké.
Ik kan niet per se heel goed, maar ik heb het wel een beetje geleerd. Ik heb een beetje met mijn vriendin mee gaan doen. Toen ze zijn natuurlijk bij de tocht al veel eerder begonnen met schaatsen. Om te oefenen gewoon. Ja. En toen ben ik wel mee naar de schaatsbaan gegaan. Dus ik kan het een beetje. Ja, niet zoveel eigenlijk. Nee, ik doe dat eigenlijk niet. Vroeger wel als meisje. Klein meisje ging dat wel, dat denk ik dat wel. Maar het is toen er nog natuurijs was en zo. Ik krijg gewoon zo snel koude voeten. Ging je dan ook liedjes meezingen? Dat heb ik niet gedaan. Okay. Nee, alleen het bleef echt bij het... Leuk. Een beetje een soort sporten. Zondag 27 augustus. Musical Awards, de kick-off. Om 8:45 op NPO 1, Avrotros. Live vanuit Carré. Wij kijken. Zijn erbij. Absoluut. Zin in. Allemaal kijken. Ja. Zie jullie daar. Doeg. Wababaloobab. Wabababoom. Mamma mia.